Wat voor kader stel je aan je transitie? En dat wordt nu spelerderwijs duidelijk. Voordeel is wel dat je ziet wat wel en niet werkt in de praktijk. Daarom hebben we ook al die proeftuigen aardgasvrij gehad. Maar je had meer effect bereikt als je wel een aantal keuzes had gemaakt, denk ik zelf. Dus iets meer rijksevie is denk ik echt noodzakelijk. En dan vooral over de discussie die nu loopt, daar durf ik best wel wat controversiële over te zijn. Een einddatum voor aardgas noemen, zoals je toen einddatums noemde voor stadsgas, is denk ik gewoon randvoorwaardelijk om dingen wel voor elkaar te krijgen in werkende buurten. En dan zegt men dat is dwang. Het is ook dwang om voor inefficiënte infrastructuur met z'n allen te betalen. Daar betalen we ook allemaal voor, dat is ook dwang. Dus er is altijd in dit kleine landje dwang. En je moet gewoon heel helder zijn waar je voor kiest. Dat is wat mij heel bijgebleven is. Een van de grote verschillen die ik ook zie is dat recent nog eens een keer door de minister heel hard is bevestigd, ik ga niet achter de voordeur komen. Hier kwam men echt gewoon achter de voordeur. Er was sprake van dwang in het ombouwen van apparaten, maar eigenlijk ook de keuze om kolen te blijven gebruiken en dergelijke, dat eigenlijk de facto onmogelijk gemaakt. Ja, er werd wel gewoon positief op gestuurd, zou ik zeggen. Er waren best wel wat discussies. In bijvoorbeeld Amsterdam, dat heb ik niet verteld, waren er 300 tot 500 klachten per week per ombouw. Dus het ging over de techniek, ze komen niet op tijd, maar het ging heel erg over uitvoering. Het was niet zozeer, ik heb niet bewijs kunnen vinden van grootschalig burgerlijke ongehoorzaamheid van dat we dit wilden doen met elkaar. Dus dat was duidelijk, de hoofdboodschap was helder bij mensen. En het niet achter de voordeur willen komen, dat kan, maar dan nodig je ook meer complexiteit op en meer kosten aan de andere kant. Dus dat heeft ook consequenties. Daar moeten we dan eerlijk over zijn, als we dat moeten doen. Oké. We hebben straks nog in de deelsessies ook gelegenheid om met jou na te praten. Mensen die dat willen, die kunnen nog uitgebreid met jou hierover en over jouw eigen werkervaring, denk ik, daarbij betrekken. Dat is prima, ja. Want jij werkt bij de gemeente Rotterdam. Dat heb ik verzuimd om bij de inleiding te zeggen. Maar je bent teamleider bij Bouw- en Woningtoezicht. Ja. En je hebt daarnaast ook nog een eigen adviespraktijk bij transitiebaren.nl. Ja, dat is eigenlijk meer een middel om te zorgen dat ik ook op mijn andere petjes dit soort dingen kan doen. Ja. En af en toe ben ik ook al, ik was ook betrokken in Amsterdam bij de discussie over nu het warmtenet en vanuit de huurdersperspectief. En dat is ook een discussie op zich, het warmtenet. We gaan een paar andere mensen in het gesprek betrekken. Dus als jij de vers liggende truck wil plaatsnemen en mij de microfoon te geven, dan ga ik een aantal mensen erbij vragen. Eén voor één, weliswaar. En om te beginnen wil ik eigenlijk even uitzoomen. Even abstraheren van al deze energiegerelateerde dingen. En ik wil Lotte van den Berg daarvoor vragen. Lotte is toneelregisseur. Dus dat is eigenlijk de essentie van de regie, is natuurlijk het creatieve proces. Lotte, wat is voor jou de essentie van de regie? Je hebt net zelf al beantwoord, maar dan ga ik weer proberen dat welkom, of tenminste welkom, hallo allemaal. Fijn dat ik hier kan zijn. Ik moet ook even omschakelen van het verhaal van net. Ja. De essentie van regie voor mij als theaterregisseur voor mij gaat dat eigenlijk over het vormgeven van inspiratie. Het gaat eigenlijk wel over het verbeelden, dus waar jij net het had over twee maanden zitten we hier weer. En dan gaat het over de verbeelding. En jij plaatst de verbeelding in de toekomst. Maar voor mij is die verbeelding heel direct verbonden met fascinatie, urgentie, intrinsieke motivatie. Mijn wil om iets te onderzoeken met mensen. Dus voor mij zijn dat waar je naartoe gaat, of dat wat je voor je ziet, vertrekt heel erg vanuit een innerlijke urgentie. Een wens om iets te maken met elkaar. Ja, want jij bent niet het type regisseur die zegt van ik pak een tekst van Shakespeare of een tekst van Hugo Claus en ik ga dat herinterpreteren. Jij bouwt echt een stuk, een creatief product met de acteurs, met een cast. En dat proces, dat ontplooit zichzelf. En ik vond de parallel met de energietransitie waar we in zitten, omdat we ook geen eindscript hebben. We hebben nog geen script, we hebben een aantal lijnen, we hebben een aantal behoeften, we hebben een aantal randvoorwaarden. We weten wanneer we iets bereikt willen hebben. We hebben bepaalde wetten en regels waar we binnen moeten blijven. Nou ja, als regisseur heb je natuurlijk ook. Je hebt ook een deadline, hè? Je hebt een première datum, je hebt een cast. Maar wat is dan
Hoe bouw je een stuk waarvan je nog niet weet hoe het eruit gaat zien? Ja, door te weten van waaruit je vertrekt en waarom je het doet. En bij mij is het dus inderdaad niet zo dat het script al klaar ligt. Ik weet ook nog niet wat het gaat worden, maar ik weet wel heel erg waarom ik het wil doen. Dus en ook waarover het moet gaan? En waar, vanuit welke vragen het vertrekt. En dat is eerst het individueel verhaal bij mij. Vervolgens betrek je daar mensen bij. En ik heb bijvoorbeeld nog nooit een casting gehouden, maar ik heb wel gesprekken met mensen. En dan zeg ik ben hiermee bezig, ik ben hierin gefascineerd. Ik denk dat het bij jou past, maar hoe is dat voor jou? En dan proberen we echt dat gesprek, niet dat ik hen goedkeur, maar dat we samen daaraan verder willen werken. Dus je begint met iets zelf, maar je breidt dat uit met een team, wat ook allemaal vanuit eigen positie intrinsiek gemotiveerd is om daar aan bij te dragen. Maar wel met behoud van helderheid. Ik ben komen in, ik heb het geïnitieerd. Ik ga uiteindelijk ook zeggen, zo gaat het worden. Maar we gaan wel een collectief proces in. Soms gaat dat niet goed, soms gaat dat beter. Maar kan je allemaal vanuit een eigen plek en positie intrinsiek gemotiveerd zijn? Maar jij bent als regisseur, ben je dus eigenlijk, je werkt mee in het creatief proces. Maar je bent wel, als een soort team is in de paard, is degene die af en toe een budgetpaaltje slaat en zegt van, ah, dit is er vast. Ja, maar jij doet alsof dat niet onderdeel is van het creatief proces. Ja, dat is precies onderdeel van het creatief proces. Dus ik bedenk wat ik, of van waaruit ik wil starten. Ik verzamel een groep mensen om me heen en dan ga je met elkaar aan het werk. Maar eigenlijk is die voorbereiding al een heel groot stuk van het werk. Als dat goed zit, dan kan je verder. En vervolgens zijn er momenten waarop je weer collectief aan het werk gaat. Er zijn momenten waarop je zegt, nou, zullen we allemaal deze week dingen gaan onderzoeken en aan het eind van de week weer samenkomen. Er zijn momenten waarop je de hele tijd eigenlijk met elkaar zit en strakke regie voert. Dat kan je natuurlijk allemaal als steeds afwisseling processen. Wat ik jou ook vertelde is dat het vaak wel uiteindelijk weer strakker wordt. Dus aan het eind zeg je ook weer, dit hebben we nu met z'n allen verzameld en nu ga ik de beslissingen nemen. Dat is fijn als daar helderheid op is, ook in het creatief proces. Maar wat misschien ook leuk is om te vertellen voor hier, is dat ik begonnen ben eigenlijk meer echt als een, meer vanuit toch, meer directief. Vanuit, ik heb een idee en ik wil dat graag doen, ik wil dat wel met jullie doen, maar uiteindelijk ga ik dat bepalen. En dat ik in mijn carrière, zo ongeveer 10 jaar geleden, steeds meer participatief en in communities ben gaan werken. En ik heb me daar als regisseur op een bepaalde manier ook in gespecialiseerd. Dus wat is het om mensen te vragen om te participeren in creatieve processen? En dan heb je het eigenlijk niet over performers of kostuumontwerpers. Daar was dat dan mee, dat je het met elkaar maakte. Maar echt over voorstelling met 50 mensen in Dordrecht. Ik ben voorstellingen gaan maken die eigenlijk geen voorstellingen meer waren, omdat iedereen meedeed. Dus projecten werden steeds meer participatief. En de vraag die wij daarbij hadden, want dat deed ik ook met veel meer kunstenaars, is eigenlijk, wat is er nodig? Wat voor kader moet je regisseren, moet je neerzetten, om op dat mensen werkelijk willen participeren en ook kunnen participeren. Dus hoe geef je dat als kunstenaar vorm? Een ruimte, afspraken, uitgangspunten, waarin mensen zeggen, oké, daar wil ik mijn verantwoordelijkheid voor dragen. Daar wil ik echt mijn stuk, mijn deel in opnemen. Dan moet je eigenlijk, je moet heel helder zijn op de kaders. Maar je moet ook echt durven loslaten op de uiteindelijke uitvoering. Of wat er gebeurt. En ik denk dat dat raakt aan waar we hier nu zijn. Ook als je kijkt naar die verschillen van 60 jaar geleden en nu. Dus we hebben ander soort regie nodig. Veel meer kaderstellende dan een, kunnen we over praten. Heb jij in de loop van jouw eigen leerproces daarin, heb jij je ongeduld daarin moeten leren managen, zeg maar, je ongeduld moeten loslaten? Want volgens mij, dat spanningsveld herkennen we hier allemaal, hè? Want we hebben aan de ene kant de behoefte om het heel participatief te doen en bottom-up te doen, mensen,
Ik las toevallig vanmiddag de Raad voor Openbaar Bestuur heeft in 2012 gezegd, de overheid moet veel meer loslaten, moet veel meer procesregie voeren. En inmiddels hoor je ook al je roep van, ja, we hebben eigenlijk de middelen om te dwingen, om de middelen om te sturen, de propaganda, hebben we eigenlijk te vroeg losgelaten, want die hebben we nu heel hard nodig. Maar jij zegt ook van ja, eigenlijk moet je dat ongeduld loslaten. Misschien moet je anders met die tijd omgaan. Ja, ik had het net, ik weet niet hoe jij heet, maar we hadden net een best interessant gesprek bij de deur. En toen ging het even over van, waar voer je nou precies regie op? Dus voer je regie op het eindresultaat, namelijk dat iedereen van het gas af is? Ja, of dat die voorstelling daar staat? Of voer je regie op het proces? En als je regie voert op het proces, dan is iedere dag, ieder telefoontje, iedere brief is onderdeel van je uitvoering. En dat is volgens mij waar we in zitten. En dat is nogal wat. Daar word je best moe van. Maar hoe kan je daarin ontspannen ofzo? Dus hoe kan je eigenlijk de hele tijd niet een strak geregisseerde voorstelling maken, maar in een soort improvisatietheater zitten. Ja. Hè? Dus, waardoor ook alles wat gebeurt mee mag doen. He, dus ik ben als theatermaker heb ik ook wel veel werk gemaakt dat eigenlijk bijna documentaire is. Ik heb bijvoorbeeld veel voorstellingen gemaakt in de publieke ruimte. Voorstellingen gemaakt waarbij 80 mensen in een afgesloten ruimte zitten met een groot glazen wand en naar buiten kijken. En buiten zien ze gewoon trams voorbij rijden, mensen met kinderwagens, weet ik veel. Alles, auto's, terrassen. En wat wij konden doen, dus waren 4 acteurs en die hadden geluid. Dus ik kon het geluid manipuleren. Maar het beeld was wat het was. En dat je op een gegeven moment, dat je daar, dat gaat misschien terug naar jouw vraag, naar je ongeduld, dat ik dat aan het doen was en dat ik merkte dat ik wilde dat bijvoorbeeld die fiets net iets later kwam of die auto niet. Of, hè, dus dat je heel erg eigenlijk ontevreden wordt over dat het gaat zoals het gaat. Totdat ik dacht, ik kan dit alleen doen als ik alles wat gebeurt echt uitnodig. Hè, dat alles erbij mag horen. Alleen, dus ik moet iets maken wat al die situaties aan kan. Wat mooi is als het heel rustig is op straat, maar wat ook mooi is als het heel druk wordt en een auto het terras in rijdt, wat ook daadwerkelijk gebeurt. Maar, dus de, geen slachtoffer. Gelukkig niet. Maar ja, dus je moet, een houding voor jezelf, maar ook een kader, een frame stellen waarin alles kan gebeuren. In het vertrouwen dat uiteindelijk er iets in het vertrouwen dat het is. Ja. Ja. Nee, het is de vraag of uiteindelijk een energietransitie of gewoon echt een transformatie van hoe we met elkaar omgaan aan het vormgeven zijn. Dat is misschien wel nog belangrijker. Ook in wat jij zegt, want we weten het eigenlijk niet. We weten eigenlijk niet wat er met kernenergie gaat gebeuren, met die waterstof, met iets wat nog uit de lucht komt vallen. Dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat het belangrijk is om na te denken over hoe we met elkaar omgaan. En dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor deze wereld. Dus volgens mij gaat het nu ook zoals het gaat. Niet omdat we denken, dan hebben we zo snel mogelijk dat gas eraf. Maar omdat we denken, dit is belangrijk voor de wereld waarin we willen leven. Dat, misschien ligt de prioriteit wel ergens anders. Ik hou er even iemand bij. Dankjewel, Lotte. In ieder geval applaus voor Ik vraag iemand naar voren die in zijn carrière tot nu toe meerdere, ik zou maar zeggen, rollen heeft gespeeld in dat hele spel. En ook meerdere manieren heeft geprobeerd om meegang te geven aan die werkelijkheid. Diederik Samson, hartelijk welkom. Diederik, als ik jouw LinkedIn-profiel kijk, dan presenteer jij jezelf nog steeds als activist, strateeg, ondernemer, politicus. Kom even naast me staan. En mijn vraag is natuurlijk, van als jij het verhaal van Lotte hoort, hè, en jij hebt op verschillende manieren geprobeerd om regie te nemen over die werkelijkheid. Hè, als activist vastgekeken aan de hekken bij Borselen of bij Dodewaard, maar ook als politicus geprobeerd om leiding te geven aan meningvorming, visievorming en ook als stratege en beleidsmaker op Europees niveau geprobeerd om middels plannen vat te krijgen op die werkelijkheid. Wat herken jij in het verhaal van Lotte als het gaat over dat loslaten? veel frustratie daarover, want eerlijk gezegd, ik denk dat het toch met die energietransitie, althans als ik het zelf beschouw. Kijk, ik heb al die rollen aangenomen vanuit
elke keer dezelfde gedachte. Zo kan het niet langer, het moet veranderen. En dan kun je dus juist niet achter een raam gaan zitten en alles maar accepteren wat langskomt. Want ik ben niet in de politiek gegaan om de werkelijkheid te aanschouwen, maar om haar bij te sturen in de door ons gewenste richting. Dan ren je dus dwars door dat glas heen en dan ga je die auto stoppen. Omdat die vervuilt en er iets anders moet gebeuren. Dus ik kan juist niet zo goed, misschien moet dat ook niet, misschien moeten andere mensen dat dan wel doen. Maar ik heb altijd de behoefte gehad om zo snel mogelijk iets te veranderen. Ik ben natuurlijk wel tot de conclusie gekomen dat daar een beperking aan zit. En dat je daar dan mee moet leven, want anders wordt het ook zo'n frustrerende bezigheid, dat leven. Maar elke keer toch opstaan met de gedachte, nee, vandaag nog iets meer proberen die verandering te bewerkstelligen dan gisteren. Dus ik ben niet zo geschikt voor jouw baan. Misschien wel helemaal niet voor de energietransitie als geheel. Die conclusie moet ik dan nog trekken. Maar is jouw frustratie ook niet voor een deel dat het inderdaad met al die passie en al die dwang om dingen te veranderen ook niet helemaal lukt, omdat een groot deel van de mensen achterover leunt of achteruit deinst en zegt van rustig aan meneer Samson, wij zijn dan voorbij ook het publiek en wie bent u om mij te... Dus met andere woorden, ja, nee, dat... je hebt die andere mensen ook nodig. Ja, absoluut. Ja. Kijk, er is natuurlijk wel een soort wetmatigheid. Daar waar de meeste mensen zijn, gaat de transitie het langzaamst. De mens is de beperkende factor in de hele energietransitie. Want voor het overige is er helemaal geen reden voor wanhoop. Stel, er is zelfs reden voor grote vrolijkheid en optimisme. De energietransitie gaat op dit moment met een adembenemende snelheid. In ieder geval een snelheid die ik 20 jaar geleden, of zelfs nog maar 10 jaar geleden, of zelfs nog maar 5 jaar geleden, niet voor mogelijk had gehouden. Het is wel zo dat die wat ongelijk verdeeld is in de samenleving, zeg maar, of in onze economie. En gaat het snelst daar waar de minste mensen ermee te maken hebben. En dus de elektriciteitsvoorziening gaat veruit het snelst. De industrie doet ook een beetje zijn best. En de gebouwde omgeving hinkepoot daar natuurlijk vreselijk achteraan. Omdat je daar met veel meer dan alleen techniek te maken hebt. En dus ook al deze ingewikkelde processen. Moet zien te regisseren. Hoe geeft hij dan betekenis aan het feit dat een groeiende groep mensen ook inderdaad misschien wel afhaakt? Juist. Dat wil zeggen, dit is mijn stuk niet meer, dit is mijn beweging niet meer. En wat Sven ook al in de jaren 60 signaleerde, van er is weerstand vanwege belangen, economische belangen. Maar er is ook een groeiende groep mensen die zeggen van het gaat mij allemaal over mijn hoofd, het gaat te snel en de overheid bemoeit zich, het is wantrouwen. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, met enige ontspanning hoor, eerlijk gezegd. Ook vanwege het fantastische verhaal wat jij vertelde. Want ook inderdaad, want in essentie zijn we natuurlijk altijd nog steeds gebouwd uit exact hetzelfde DNA. En in essentie is onze interactie in de afgelopen 60 jaar niet heel veel de sociale media bijgekomen. Maar het wordt nog steeds gestuurd uit datzelfde brokje DNA wat in ieder van ons zit. Dus in essentie zal het toch niet zo anders gaan. Dus ja, er is weerstand, er is desinformatie. Er zijn belangen die moeten worden verdedigd, soms de verkeerde, de kolenboeren in dit geval. Maar de transitie aan zich, die slaagt wel. Het probleem waar we nu tegenaan lopen is dat we haast hebben. Meer haast dan we eigenlijk op de mat kunnen leggen in de samenleving zoals we hem zelf hebben georganiseerd. En dat is wel zo, hij is natuurlijk al complexer dan in de jaren 60. Ja. Mensen zijn ook mondiger geworden, hebben meer toegang tot het recht bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal idealen waar we overigens heel trots op mogen zijn en heel tevreden mee moeten zijn, maar het hindert ons nu even om een transitie er doorheen te bulldozen. Nou ja, de bulldozen, daar wil ik even stilstaan. Ja. 12 jaar geleden hadden we nog het regieorgaan energietransitie. Ja. Dat waren een aantal, een aantal bobo's uit het bedrijfsleven en een paar hoge mensen van de overheid. Die zeiden van nou, we doen een heleboel studies, we voegen het bij elkaar en we managen de energietransitie. Ja. Dat regieorgaan had geen oog voor bijvoorbeeld de groeiende burgerbeweging. Die zei van ja, dat is gerommel in de marge. Had geen oog voor de opkomst van elektrisch vervoer. Nee. Dan zeiden van ja, dat is onzeker, daar kunnen we niks mee. Inmiddels, elektrische auto's 1 op de 4 geloof ik die verkocht wordt. De burgerbeweging heeft inmiddels 120.000 leden in Nederland. 714 corporaties vorige week geteld. Het regieorgaan staat niet meer.
wat is de, in hoeverre kun je inderdaad een dergelijke transitie managen en in hoeverre ben je inderdaad afhankelijk van nou ja, misschien wel de principes langs welke Lotte werkt. Dus ja, soms moet je ook juist die ruimte laten om het te laten gebeuren. Misschien moet je alleen de randvoorwaarden scheppen. Nou, je weet eigenlijk wel redelijk goed wat er moet gebeuren. Onze samenleving moet decarboniseren, om het maar zo te zeggen, maar moet van die CO2-uitstoot af. We weten niet zo goed hoe we dat moeten doen. En het verhaal over de gastransitie laat ook zien dat ook toen werd om volstrekt de verkeerde reden het goede gedaan. Het was toen vanwege kernenergie, dat zou too cheap, too liter worden. Zou alle andere energiebronnen wegvagen, dus we moesten een beetje opschieten met dat gas. Dat hele verhaal van kernenergie is heel anders gelopen, maar we zijn wel opgeschoten met gas. Nu weten we ook niet precies hoe de transitie, je noemde de elektrische auto's al, de warmtepompontwikkeling kan ook zomaar een volledige verschuiving, kan het overigens veel makkelijker maken, maar goed, kan een volledige verschuiving in dat beeld van hoe we de warmtetransitie vormgeven veroorzaken. Wat wij vanuit Brussel de afgelopen 5 jaar hebben gedaan, is min of meer daar rekening mee houdend, een soort raamwerk bouwen van instrumenten waarmee je een transitie vormgeeft. En dan wordt het heel saai, maar wel zoals het is. Je hebt beprijzing, je hebt normering, je hebt het stellen van doelen, je hebt geld, subsidies of anderszins. En je hebt marktordening, de manier waarop je marktpartijen met elkaar en vooral met de overheid laat laat acteren met elkaar. Dus die. En daar hebben we een samenspel van gemaakt, een soort stijgerwerk. En dat schuiven we bij 27 landen hebben we dat naar binnen geschoven. Zonder aanzien des persoons. Iedereen krijgt precies dezelfde receptuur. Je mag alleen als land binnen dat stijgerwerk zelf je huis bouwen. Je kunt dus niet alle kanten op, want het stijgerwerk staat wel. Je moet een bepaalde hoogte van het huis bereiken en voor de rest ziet u het maar. En tot nu toe werkt dat redelijk goed. En dus we weten dat beprijzing van spullen gedragsverandering veroorzaakt. Overigens met name in Nederland. Dat gaat heel goed. Sommige dingen veranderen. Ja, dat gaat heel goed in Nederland. Dus, maar we weten ook dat beprijzing uit de hand kan lopen. Dus je moet ook normeren om te zorgen dat zonder dat de consumentenprijs sturend wordt, dat gewoon apparaten vanzelf door de normering schoner worden, duurzamer worden. Auto's is daarvoor een goed voorbeeld. Je moet ook een marktordening creëren waarmee je weet dat overheden, bedrijven of energieleveranciers met elkaar in de juiste samenstelling, in de juiste bevoegdheidsverdeling samenwerken. En dat gaat best goed. En dan heb je nog een laatste instrument wat we nu inzetten. En dat is wel interessant. En dat is wat je zou kunnen noemen de bezemwagen. Als dan dat huis niet gebouwd wordt, op een of andere manier, omdat in een land te laks is of te incompetent om het voor elkaar te krijgen, dan komt er dus op een gegeven moment een bezemwagen, die veegt het gewoon op in de gebouwde omgeving. Is die vormgegeven in de EPBD, nou ja, dat is een directive. En daar staat gewoon, op een gegeven moment zijn die F-huizen niet meer, die mogen niet meer bestaan. Simpel zat. Mag je niet meer hebben. Mag je niet meer verkopen, mag je niet meer kopen, mag je niet meer verhuren, mag je niet meer huren. Einde oefening. En daarna, dat is bij het begin bij G en dan F en dan E. En zo vegen we uiteindelijk de gehele gebouwde omgeving op. Dat is best een ruig instrument, hè. We hebben daarom wel heel langzaam. Die bezemwagen moet wel echt heel langzaam fietsen weer erin terechtkomen, maar toch, hij is er wel en hij rukt gewoon op. Ik denk dat je uiteindelijk niet je doel bereikt zonder zo'n instrument. Je kunt dat instrument wel alleen maar inzetten als je al het andere ook hebt geprobeerd. Je kan natuurlijk niet gewoon als enig instrument neerzetten van jongens, we vegen straks al die G-huizen van de kaart. Dan moet je wel al het andere hebben geprobeerd. Maar het is wel een noodzakelijk middel. Maar voel je daarmee regie vanuit een soort rol van ik ben de alwetende hoeder van het collectieve belang en wat het individu daarin doet, zolang je meebeweegt, krijg je ruimte en zolang je niet meer meebeweegt, dan... Ja, overigens, dat mag in een democratie gewoon, hè? 4 jaar. Ja. Want je bent gekozen namens ons allen om dit soort besluiten te nemen.
inderdaad, en dan moet je de arrogantie aanmeten dat je dan het alwetend bent en het juiste besluit neemt. En het interessante is, in een democratie mag je over 4 jaar dan nog een keertje checken of dat zo was. En als het niet zo is, ga je aan de kant. En dus er is ook niet zoiets als een gevaarlijke dictatuur die hier opeens allerlei verkeerde dingen kan doen. Je mag je best vrij voelen als beleidsmaker, politicus, om gewoon datgene te doen wat jij denkt dat goed is. Want je gaat er toch uiteindelijk zelf niet meer over na 4 jaar. Want dan gaat iemand anders erover. En dan moet je maar hopen dat je de juiste keuzes hebt gemaakt. En we weten nu al dat we niet de juiste keuzes maken. We weten 1 ding zeker, alle keuzes die we maken, daar zeggen we over 20 jaar van, nou, wat beter een andere gemaakt. Maar ja, over 20 jaar hebben we dan wel een duurzame samenleving. Ik schets vanuit de ontwikkeling die jij doorgaat. Duurzaam op welk niveau? Ja. Op het gele niveau? Ja. Nee, op het niveau van het. Nee. De Green Deal waar ik aan gewerkt heb gaat echt over meer dan energie alleen. Vandaag gaat het een beetje alleen over energie en zelfs over een beperkt deel ervan. Gebouwde omgeving hoor ik veel. Maar de Green Deal gaat over ons gehele ecosysteem. Er is ook maar 1 ecosysteem, dat is vrij eenvoudig. Dus er is ook maar 1 plan om dat ecosysteem voor de toekomst te krijgen. Dat vind ik toch, maar ik ben natuurlijk maar een lady hoor. Maar jij noemde net die dingen die je kan hebben om te sturen. Ja. Maar daarin zit niet zoiets als een relatie of contact. Dat lijkt mij essentieel. Als je nadenkt over hoe wil ik sturen. En daar kan je ook nog steeds op heel veel verschillende manieren doen. Zoals je prijsstelling ook op heel veel verschillende manieren kan doen. En je zegt dit is duurzaam. Maar als je uiteindelijk met je bezemwagen langs moet. Dan is dat volgens mij niet duurzaam als het gaat over sociale ecologie, over hoe we met elkaar omgaan, over een geloof van mensen in de manier waarop ze benaderd worden. Al die waarden, die mis je dan. Die volgens mij voor heel veel mensen hier in de zaal juist heel belangrijk zijn. Ja. Ik zou niet groter aan maken dan het is. Want je mag in Nederland geen huis hebben als er geen dak op zit. En je mag ook geen huis hebben als er geen wc in zit. Het zijn gewoon normen. De bezemwagen is al lang gepasseerd. Vroeger mocht het namelijk wel. En de norm is al lang. De bezemwagen is al lang langsgekomen. Je mag niet in een auto zitten zonder gordel om. Echt niet. En vreselijk de dwang en de almachtige overheid. Nee, we hebben met z'n allen afgesproken dat het beter is voor elkaar. Want je rijdt niet alleen. Je rijdt jezelf dood. Maar dat heeft allerlei andere consequenties waar we als samenleving vanaf wilden. Nou, hebben we gedaan. Dus het is niet. Natuurlijk. De samenleving binnen dat raamwerk wat ik dan schetste, dat klinkt allemaal heel technocratisch en lomp, dat is het ook. Daarbinnen is de samenleving gewoon, functioneert die. Een van de redenen waarom je geld in het systeem moet douwen, is omdat je anders de sociale samenhang tijdens de transitie verliest. De transitie is darwinistisch van aard, altijd ten principale. Een industriële revolutie eindigt altijd met meer macht en meer geld in de hand van minder mensen. Als je er niks aan doet. Nou, Europa heeft al 3 industriële revoluties mogen oefenen op er iets aan doen. Dat heet de herverdeling. Dat hebben we best succesvol gedaan. Er is nog een hoop over te zeggen. Maar dat hebben we best succesvol gedaan. Als je een satelliet pakt, je zoekt naar het meest eerlijke stukje wereld. En dan kijk je naar Europa. Dus in die vierum, de huidige, moeten we dat dus nog een keer doen. Het is nu wel kwadratisch moeilijker geworden. Deze industriële revolutie maakt ons niet met z'n allen 3 keer zo rijk. Dus we hebben minder middelen om te herverdelen. We zijn bovendien veel mondiger en veel minder tolerant geworden als samenleving. We zijn ongeduldiger geworden. Dus we moeten ook sneller herverdelen. Vroeger kon je 30 jaar wachten. Maar mensen gaan nu echt niet 30 jaar wachten tot de eerlijke transitie een keer op hun stoep verschijnt. Die willen nu geholpen. En nu dat geld zien. Dus het is wel veel ingewikkelder, maar het kan wel. Maar Diederik, om het een beetje te challengen. Ja. 30 jaar geleden bond jij jezelf vast aan de hekken met Odoard. Ja. Toen waren er mensen die een vergelijkbaar verhaal vertelden, maar dan over kernenergie. Die zeiden ook van ja, we moeten door, dit is de toekomst en we moeten er geld in douwen, we moeten bouwen. Hoe kijk jij aan tegen de activisten van nu? Die tegen jou zeggen van ja, maar zo wil ik het allemaal niet. Ik wil eigenlijk de betrokkenheid, ik wil lokaal eigendom, ik wil veel meer dat de burgers hier aan zet zijn. Ik wil het op een menselijk tempo en een menselijk maat. En dat is buitengewoon nuttig, want net als die actievoerder van toen, die zich aan dat hek vastketende, die bepaalde niet wat er uiteindelijk ging gebeuren met dat waard.
godzijdank zou ik haast willen zeggen in een democratie. He, dus de actievoerder maakt alleen een onderwerp pregnant. Ja. Zorgde ervoor dat de samenleving, inclusief de politiek, ernaar keek en er iets van moest vinden. Ja. En dan vond men er wat van. In dit geval, het ging over zo'n afvoer van kernafval. Nou, dat kernafval is allemaal gewoon afgevoerd naar Engeland en daar voor een deel in Zeeland. Dus Greenpeace heeft niet haar zin gekregen, dat vind ik buitengewoon jammer. Maar de samenleving als geheel heeft besloten om het toch een beetje anders te doen. Dus, en de actievoerders van nu doen precies hetzelfde. Die maken een misstand of een onvolkomenheid in ons zeer feilbare plan, want dat is het per definitie, zoals ik al zei, maken die duidelijk. He, dus als er te weinig is geluisterd naar mensen met specifieke wensen en specifieke omstandigheden, dan klimmen ze in de pen of anderszins en dan zorgen ze ervoor dat er wel bij betrokken wordt. Ja. Uiteindelijk bepaalt een democratie op elk niveau, gemeentelijk, provinciaal, landelijk of zelfs Europees, hoe we dan met z'n allen vervolgens verder gaan. Zo hoort het ook. En die weerschadigheid, daar kunnen we inderdaad ook nog een hele boom over opzetten van hoe past dat dan op die verschillende niveaus. Maar ik kan me voorstellen dat gemeentes zeggen van ja, maar ik heb veel directer te maken met de mensen die het raakt. Hè? Ja. Bij wie die wezenbare op een gegeven moment langskomt, die inderdaad achter die voordeur toch geacht worden. Nou, in ieder geval uit eigen beweging, tussen aanhalingstekens, hun gedrag en hun inrichting van hun huis te veranderen. Ja. Dus hoe... Ergens in de voorbereidende las ik er, je had verschillende regiestijlen en eentje dat was de regisseur was manipulator. Mm-hmm. En dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal terug. Hè? Van je manipuleert eigenlijk met geld en met programmering en dergelijke. Normeer je mensen een bepaalde richting op. Hè? Terwijl ze eigenlijk, als ik het zo interpreteer, van ze hoeven er eigenlijk zelf niet meer na te denken. Ze moeten eigenlijk alleen reageren op de prikkels en voor je het weet hebben ze gedaan wat jij wil. Ja, maar realiseer me wel, de prikkels die wij kunnen uitdelen zijn beslaan niet het gehele menselijke sociale interactie. Hè? Dus er is nog veel meer waar mensen op reageren. Ja. En misschien wel veel belangrijkere dingen. Iemand zei, je had iets over de buurman. Ik heb het zelfs wel, het meest wonderlijke transitie in Nederland is de transitie naar de lichtmetalen velg in de auto. daar heeft echt helemaal niemand wat aan. Maar die is er dus razendsnel gekomen vanwege het buurman effect. En soms gaat dat heel snel, en dat zie je nu overigens, een zeer nuttige transitie, gelukkig, bij zonnepanelen. En neem maar eens een timelapse foto van Nederland, het is adembenemend wat daar gebeurt, op die daken van mensen. En dat komt allemaal door die buurman met die app, die dan laat zien, eens kijken wat ik aan het verdienen ben. Je kijkt naar jouw dak, je denkt, nou, zo ongeveer hetzelfde dak, hup, die dingen erop. Alle huizen in Nederland lijken ook op elkaar, dus dat helpt. Er zijn heel veel andere prikkels, maar inderdaad, de prikkels die Europa uitdeelt, daar ben ik ook helemaal niet geheimzinnig over, zijn buitengewoon lomp, buitengewoon mechanisch, zeg maar. Maar ze werken echt heel erg goed, hoor. Maar kunnen ze dat doen bij de gratie van het feit dat de afstand tot de doelgroep uiteindelijk ook behoorlijk groot is? Dus dat is niet absoluut. Nee, de gemeente moet zich hier niet aan gaan wagen, aan dit type interventie, maar dat is ook. De interventie hoort bij de schaal. Dus Europa interveneert op deze lompe, mechanische, onpersoonlijke manier. En dan vervolgens moet de nationale overheid daar maar alweer wat van bakken, wat dan iets beter landt. Hè? En een gemeente, mijn god, die heeft pas echt een taak. Die is veel ingewikkelder, want die praat echt met die mensen. Dan moet je dus je kunt maar beter eerlijk zijn over wat je wel en niet doet. Brussel communiceert niet met mensen. Dat zou ik niet doen, want dan gaan we allemaal door elkaar heen praten. Gemeentes moeten dat doen. En ik heb het ook een tijdje mogen meemaken in de gebouwde omgeving. Iemand wilde in de Je handen zitten als regisseur. Ja, nee, iets moeilijks. Je schetst volgens mij wel meteen heel duidelijk ook de problematiek. Want hoe je noemt het zelf lomp, maar in ieder geval hoe directiever die grote schaal is, die Europa en dan dat nationaal, dan kom je als gemeente eigenlijk, kan je bijna niet meer. En daar hadden wij het ook net over. Van dan ben je dus, ja, hoe combineer je, dat is dan misschien eigenlijk een vraag voor vandaag, die verschillende vormen van regie. Ja. En kan ik
als ik een voorstelling wil maken met wat mensen in een straat, maar, en dan ga ik daar naartoe en dan zeg ik gewoon, hey, wil je meedoen en leuk en we gaan het hier over hebben. Maar als het eigenlijk al duidelijk is dat ze mee moeten doen vanuit anderen, dan kan ik lullen als brugman, maar dan kom ik er niet. Dus het is wel de vraag in hoeverre dit soort kaders nodig zijn, maar ook in hoeverre die het werk wat meer bottom-up en op gemeente lokaal niveau gebeurt, ook frustreren. Dus hoe moeten die samenwerken? Maar die frustreren ook. Terecht, met een reden, want er is wel een verschil tussen dat toneelstuk en dit toneelstuk, die energietransitie. Misschien maak ik het wat pathetisch, maar die energietransitie, die moet ook gewoon. Dat toneelstuk, dat zou heel mooi zijn als we dat met z'n allen deden, maar die energietransitie, die moet gewoon. Er is een groter belang bij het door laten gaan van die energietransitie dan die straat zelf. Tussenweg. Dat interpenium was veel te leuk om zo te zien hier op te zeggen. Je hebt een bepaalde, als je een toneelstuk begint, stel je doet een Shakespeare toneelstuk. Maar iedereen wil in één keer al een toneelstuk gaan spelen, maar je hebt dat al van tevoren ook afgesproken. Dat is ook met die regie en die participatie zie ik dat ook, dat als je niet eerlijk bent over waar je wel of niet over participeert, waar je het echt over hebt met elkaar, ja, dan gaat het fout. Dan gaat het heel erg fout. En bij gemeenten zie je nu ook, wat ik heel lastig vind, puur vanuit gemeentewerkelijkheid. Als je zegt, we gaan van het aardgas af, eigenlijk hebben we alles jullie al gedaan en deze techniek is toch wel echt die 80% de beste. Maar we gaan toch een participatietraject in waarin we net doen alsof het allemaal niet bestaat. Dat werkt echt niet. Dat werkt echt niet. Dus ik zie daar een beetje tussen jullie twee werelden een brug. Misschien kan ik het in één beeld samenbrengen. Ik zie in langsband die direct of vrij met de EU veel meer als die theaterdirecteur die zegt van hartstikke leuk wat jij allemaal gaat doen. Want dat is de deadline, dit is het budget, dit is de ruimte die je hebt. En daarbinnen, ik hoef niet mee te doen, jij maakt een mooi stuk. Maar ik bepaal inderdaad een antwoordwaarde. Dat is een beetje de... En dan zie je dus dat bij die participatie bij zo'n gemeente, want gaat het soms zo gek genoeg in die wijk, in de buurt, niet meer over die energieinfrastructuur. Zo namelijk als dat er komt, hebben we andere bepaalde randvoorwaarden die wij daarin mee willen nemen, die voor ons belangrijk zijn. Dan gaat het in één keer over iets anders. Dat zie ik ook nog. Ja, altijd. Ik wil nog één ander onderwerp inbrengen. We hebben namelijk een vierde club. En ik wil graag Amber Geurts vragen om even aan te schuiven. Amber is adviseur... innovatie en transitiewetenschappen. We hebben het een aantal keren genoemd, hè? Van de lichtmetalen vel tot de warmtepomp. Maar innovaties en transities. Ik heb jou gevraagd, omdat ik inderdaad in mijn eigen werkpraktijk regelmatig verhalen tegenkom van wethouders of bestuurders die zeggen, joh, we doen voorlopig even niks, we hoeven geen windpark, want we gaan straks aan de small modular kernreactor. Want wij gaan... Daar worden hele politieke bewegingen mee gevoed. Nee, mijn gemeente hoeft niet van het gas, want wij gaan over 20 jaar gewoon allemaal universeel op water gaan, op waterstof. Ja. Dus dat betekent dat verwachte innovaties, de verwachte effecten van innovaties, worden vaak gebruikt als argument om er even niks te doen. Hè. Zo van, nou, maar dat komt toch. Aan de andere kant kunnen innovaties ook, hè, want ik noemde net al de komst van de elektrische auto en de opkomst van de burgerbeweging, hè, dat is ook een sociale innovatie. Ook als een disruptieve innovatie die eigenlijk heel onvoorspelbare effecten had op het hele speelveld van die energietransitie. Hoe kijk jij naar de relatie tussen innovatie en transitie? Is dat makkelijk verenigbaar? Is het één juist te combineren met het ander? Hoe zie je dat? Nou ja, voor mij zijn innovaties eigenlijk bijna altijd transities. Want bij innovatie gaat het om die opties naar nieuwe paden, naar nieuwe wegen, naar nieuwe plekken waar je kunt komen. Dat zijn eigenlijk heel vaak gewoon de verschillende richtingen waar je op kunt gaan, gegeven het probleem. Veel innovaties ontstaan ook omdat men ergens tegenaan loopt en denkt, wat zou ik daar tegenaan kunnen doen? En dan wordt een inventieproces gestart en daaruit komen innovaties. Maar daar komt wel bij, het zijn vaak langdurige processen. Ze zijn zeker, er is veel kansen voor dat het niet lukt. En waardoor dus innovatie een heel onzeker proces is. Misschien wel zelfs een transitie. Maar kun je in de regie van een transitieproces, hè, kun je in de regie die we met z'n allen proberen vorm te geven, kun je daar voorwaarden scheppen om innovatie kansrijker te maken, bijvoorbeeld? Of is het echt gewoon heel onvoorspelbaar en moeten we maar hopen dat een innovatie zichzelf promoot?
ja. Kijk, dit is waar eigenlijk deze plek heel interessant wordt. Voorheen werd er wel dus vanuit het idee dat innovatie gebeurt bij veel bedrijven, maar vaak niet voldoende. En dan ging de overheid zeggen, oké, we gaan de publieke samenwerkingen stimuleren of we geven subsidies voor R&D bij bedrijven. Dan vindt die innovatie die we nodig hebben wel plaats. Wat je dus ziet nu, is eigenlijk de nieuwe introductie, waarbij men erachter is gekomen dat misschien wel innovatie plaatsvindt, maar dat dat vooral vanuit het privaat belang wordt gedaan. Waarbij dus de publieke doelstelling, de maatschappelijke uitdaging, een opgave waar we met z'n allen voor staan, daarvoor worden niet zo snel de ontwikkelingen gestimuleerd. En dan krijg je dus ook vanuit de overheid, bijvoorbeeld met innovatiebeleid, dat nieuwe type beleid opgavegericht is, missiegedreven, transformatief. En wat het zich kenmerkt, is dus eigenlijk dat idee dat je wil een beetje richting geven en sturen naar de type innovaties die je zou willen zien om die maatschappelijke opgave op te lossen. Ja. Dankjewel. Sven, zie jij in jouw praktijk, ik wil nog mij de luisteraar zijn, ja. Zie jij in jouw werk effecten van innovaties of aankomende innovaties en wat voor effect dat heeft op de snelheid waarmee die transitie kan plaatsvinden? Ja, als je komt om de automatisch aan de historie, als dat mag. Wat heel interessant is, dat externe prikkels, hè, dus bijvoorbeeld iets als een crisis, neem bijvoorbeeld die energiecrisis. Ik heb veel contact met de installatiebranche ook. De Romea werd 4-5 jaar geleden voor gek verklaard, zie je die warmtepompen aan het ontwikkelen waren. Toen gingen we al met z'n allen heel snel van het gas af, dat was de boodschap. Maar dan gebeurt er wat, dan zie je dat dat tempo je niet aanstaat als Rijksoverheid, we gaan niet snel genoeg. Dan krijg je in één keer een energiecrisis, die we ook nooit hadden bedacht. Dan ontstaat er dus een crisis waardoor je snel moet. En dan in één keer is die hybride warmtepomp met een factor 10 met verkoopcijfers aan de hand. Dat speelt dan. En soms gaat het ook heel traag, want als er geen aanleiding is, bijvoorbeeld in Nederland hebben wij heel lang lage energieprijzen gehad. Dus wij hadden bijvoorbeeld al veel eerder de HR-ketel. Die was al in de jaren 70 ontwikkeld, maar dat duurde 10, 15 jaar lang voordat die gemeengoed werd. Omdat er was geen prikkel. Pas met steun en subsidie van de Rijksoverheid voor woningcorporaties kwam die markt op gang. Dus je ziet dat er soms andere prikkels nodig lijken te zijn. Dank u. Want eigenlijk... Ik vind dat ook het gesprek wat hiervoor plaatsvond belichten ook. Want we steunen natuurlijk altijd onderzoek en innovatie. We hebben een heel groot kennislandschap in Nederland. Er vinden een heleboel ontwikkelingen plaats die nog lang niet zijn weg hebben gevonden naar de markt. En dat is dus eigenlijk ook wat je belicht, maar ook met het voorbeeld van de zonnepanelen. 10 jaar geleden waren die zoveel malen duurder dat het voor niemand interessant was om die op het dak te leggen. Maar het staat om te zeggen, oh kijk, het levert ook daadwerkelijk wat op. Maar juist door te investeren, het continu in innovatie, in dit geval zeg ik van, kun je het ook onderricht doen gewoon. Je wilt zorgen dat er voldoende innovatie in een land is, zodat je in de toekomst problemen kunt oplossen, ook maatschappelijk verdiend, economisch verdiend mogelijk kunt garanderen. Dat je daadwerkelijk kunt werken aan die transities. En dat is eigenlijk waar innovatie een heel langdurig proces is, maar uiteindelijk voor een versnelling kan zorgen. Juist omdat je het investeert in dat proces, gaat misschien niet zo snel, maar op het moment dat het nodig is, komt in één keer een stroomversnelling en heb je in één keer dat het plaatje van Nederland en de data zijn in één keer anders. Maar is de voedingsbodem voor innovatie, is dat vooral inderdaad de kortere termijn, het oplossen van problemen, het springen in kansen die er nu zijn? Of is dat eigenlijk een beetje voor het bedoelde wat Walter zegt, is dat veel meer van dat vergezicht wat we met elkaar creëren? Hè? Van wat hebben we eigenlijk nodig voor het eindplaatje, voor die waarde waar we uiteindelijk op uit willen komen? Ik kan me voorstellen dat de markt inderdaad vrij bijziend is. Hè? Zegt over, nou ja, ik innoveer wel, maar ik wil het wel terugverdienen. En dit eigenlijk niet in lange termijn voor ogen heeft. Ja, daar komt dus dat nieuwe missiegedreven beleid, of althans opgavegericht beleid, een beetje om de hoek kijken, om juist daarop in te spelen dat je juist met de visie gaat kijken. Als je dat gewoon beleid in het algemeen loslaat en gewoon kijkt naar het stellen van een doel in de langere termijn, wil werken aan transities om een maatschappelijke opgave op te lossen, en dat je dan zegt. Innovaties zijn eigenlijk oplossingsrichtingen.
Ze geven mogelijke antwoorden op het maatschappelijk probleem. En in dat opzicht voel je dus eerder regie op je portfolio aan oplossingsrichtingen. En op die hebben allemaal, al die oplossingsrichtingen hebben verschillende tempo, verschillende ontwikkelpaden, verschillende manieren waarop ze samenvallen met andere ontwikkelingen. Maar als je juist daar de regie op voert, dan kun je werken eigenlijk aan een lange termijn visie en een lange termijn doelstelling waar je wel regie op probeert te voeren. Dat is een hele andere manier van ernaar kijken. Zou je, Lotte, de regie, de overheidsregie, kunnen zien als inderdaad die wat meer beschouwende rol die ook inderdaad dit soort ontwikkelingen voorbij ziet komen, hè, achter het glas, en die inderdaad zegt van, hey, ik nodig ook wel uit waarvan ik denk van, hey, dat past in mijn stuk, of dat past, die kracht, die wil ik graag een kans geven in mijn, nee, het stuk wat ik uiteindelijk wil bouwen. Zit er niet ook toch in die regiefunctie een, ja, een soort selectiviteit? Je kunt zeggen van, ik wil alles betrekken, maar je kunt ook zeggen van, ik wil daar, ik kijk naar welke talenten ik graag een kans wil geven. Ik probeer het te begrijpen, de vraag. Misschien nog heel even toch voor mijn eigen helderheid dat glas en kijken naar wat er is. Dat gaat niet over alles maar laten zoals het is. Maar dat gaat over de tijd nemen om echt te kijken en te zien wat er is, hoe mensen met elkaar omgaan, om in jezelf ook op een bepaalde manier te schouwen of te ontdekken van waarom zie ik wat ik zie. He, dus het gaat, dat was een, eigenlijk een moment van, nou ja, contemplatie of zo, even stilstaan, even vertragen, wat gebeurt hier eigenlijk en hoe verhoud ik mij daartoe? En ik denk dat dat belangrijk is, altijd. Om rekenschap te nemen van wat er is, van hoe mensen, waarom ze zijn zoals ze zijn, waarom ze zeggen wat ze zeggen, voordat je gaat interveneren, voordat je ze gaat vragen om mee te, om echt te zien wat er is. En om ook te durven zien wat er is en niet te willen dat het anders is. He, om, ja, dus om werkelijk te voelen dat je ergens op reageert. En jouw vraag is eigenlijk van, he, die ging over overheidsregie en of je de mooie dingen eruit haalt. Ja, of je uit datgene wat je ziet, of je niet als regisseur ook de taak hebt om te zeggen van, hé, wacht even, ik heb ook de verantwoordelijkheid vanuit die collectieve verantwoordelijkheid die ik als overheid heb om dit proces vorm te geven met die dingen waarvan ik denk van, hé, die passen bij dat eindbeeld. Die passen bij de waarde die we uiteindelijk een kans willen geven of die we willen incorporeren in dat beeld waar we met z'n allen naartoe werken. Je bent ook een soort brandglas eigenlijk als overheid om te kijken van wat gaat er mee in de toekomst in. Ja, ik vind hem complex. Ja. Want, nou ja, alles gaat mee die toekomst in. Ja. Dus het gaat eigenlijk over hoe. Je kan niet alleen de leuke dingen meenemen. En het gaat er eigenlijk dus ook over hoe kan ik me verhouden tot dat wat ik niet mooi en fijn vind. Ja. Omdat het, en ik snap ja, energietransitie, het is nodig en het is belangrijk. Maar we hebben echt iedereen mee te nemen. En de vraag is hoe je dat doet. En alleen de leuke, innoverende mensen en de boeren niet, dat gaat hem niet worden. Dus de vraag is toch. Hè? Ja. Ik dacht dat nog ging, maar. Nee, dat gaat niet. Nee, want je bent namelijk een voorstelling met iedereen aan het maken. En je kan niet zeggen van jullie mogen dan met z'n allen de techniek doen of zo. En niet op het podium staan. Nee, dus ik probeer die metafoor over te houden. Terwijl ik ook enorm voel voor de energietransitie en dat het belangrijk is. Maar je hebt iedereen dus op zijn, haar, hen eigen plek te zetten. Dus je moet eigenlijk snappen waar ook de dingen die je niet fijn vindt, toch belangrijk zijn en toch waarde toevoegend kunnen zijn. Dat denk ik, in antwoord op jouw vraag. Amber, jij wilt reageren. Daarna sluiten we even af met nog één vraag aan Hendrik. En dan gaan we echt, want dit is ontzettend interessant, maar we gaan echt naar de volgende ronde. Amber. Ja, ik wil zeggen. Er zijn heel veel innovatieve bedrijven in de architectuur. maar twee, en dan denk ik,
ook andere type innovaties zijn natuurlijk belangrijk. En wat je wel heel veel ziet, is dat de aandacht op het in dit moment, als je kijkt naar wat er gebeurt, dat de aandacht vooral ligt op waar liggen kansen. Oh, mooie technologie, daar kunnen we wat mee. En dat de aandacht vaak niet ligt bij waar het loopt eigenlijk spaart. Waar is het moeilijk? Wat wordt nou niet bediend door de prachtige organisaties die wij hebben opgericht, die eigenlijk optimaal proberen zo optimaal mogelijk te werken op de manier zoals ze zijn vormgegeven. Maar daardoor vallen er problemen tussen de prachtige organisaties die we hebben opgezet. En dat is juist de plek waar echt innovatie nodig is. Dirk, slotvraag. In het begin schetste ik inderdaad jouw verschillende rollen in jouw carrière. En je hebt ze nog steeds allemaal in je LinkedIn-profiel staan. Hè? Dus ergens in jou, je hebt een soort toverbal. Hè? Maar ergens in de kern zit nog steeds die activist. Ik hoorde net vooral de strateeg en de beleidsmaker en de politicus. Maar die activist, is die nog steeds bij jou aanwezig? Hoor je die stem nog steeds? Ja, en ik mis het opspattende water en de adrenaline nog dagelijks. Maar het is wel, elke rol gaat met een price to pay. He, dus bij Greenpeace bedenk je 's ochtends iets, zit je 's middags in een bootje, heb je 's avonds de euforie van de geslaagde actie. En daarna de volstrekte deceptie dat de wereld gewoon weer doorgaat zoals die daarvoor was. Omdat je niet permanent iets hebt veranderd, omdat je niet een wet of een regel hebt veranderd, omdat je dat jouw rol niet is. Dus letterlijk uit frustratie ben ik van die ene in die andere rol gestapt. De prijs die je dan betaalt is natuurlijk dat je niet 's ochtends iets verzint en 's middags dat voor elkaar hebt. Nee, daar zit 3 jaar tussen. Dat is ongeveer het politieke ritme. Dat is ook afzien. Maar als je het dan hebt gedaan, dan wordt de euforie in ieder geval niet door deceptie gevolgd. Althans minder vaak. Ik wil ook zeggen, want ik snap het heel goed wat jij dat glas wilde zeggen. En daar heb je ook heel erg gelijk. Ik deed natuurlijk provocatief alsof dat mij helemaal niets kon schelen. Maar je hebt gelijk, verandering kun je natuurlijk het snelst en het ook het best vormgeven als je begrijpt wat iedereen drijft en wat er is. Ik denk alleen niet dat alles wat er is meegaat in de toekomst. Simpelweg omdat dat niet kan. Ik gaf zelf al het voorbeeld van die auto. We hebben gewoon de begrafenisdatum van de interne verbrandingsmotor georganiseerd. Die staat op 31 december 2034. Daarna wordt die niet meer gemaakt in Europa. Wordt die ook niet meer verkocht. Dat hebben we gewoon afgesproken met z'n allen. Dat kon omdat we dankzij innovatie een reëel vooruitzicht hebben op het feit dat we daarna nog wel personenmobiliteit kunnen organiseren zonder die verbrandingsmotor, maar dan met een elektrische. Maar komt dat ook niet doordat Extinction Rebellion nog steeds dat vuur brandend houdt van er moet wat gebeuren? Ja. Het is een combinatie van factoren. Ik moet helaas, want ik zou Extinction Rebellion graag alle credits geven. Maar ik vrees, zelf vanuit Europa een tijd dat krachtenveld te hebben overzien, is het toch vooral de wisselwerking tussen bedrijven en hun innovatieve kracht en de moed van een overheid om daar dan net op vooruit te lopen. We hebben natuurlijk dat gesprek met die auto-industrie, dat is de grootste industrie van Europa. Als we in Europa ophouden met auto's kopen, dan zijn we er geweest. Helaas. Maar dat is waar de Europese economie op drijft ongeveer. Dus dat is een enorme krachtsbron ook qua belang. En dat gesprek met hen, dat gaf heel goed, legde dat bloot. Dat zij natuurlijk het liefst helemaal niet veranderen. Het zijn net mensen. We veranderen eigenlijk het liefst niks aan ons leven. Want dat gaat het beste en zo. Maar dat ze ook wel zien dat het moet. En dat de overheid, als we dan net op tijd en net genoeg lef hebben om die grens iets, om de pijngrens van die industrie op te zoeken zonder hem kapot te maken, dan bereik je de snelste innovatie. Als het gaat om technologie, hè. Als het gaat om menselijke verandering, dan denk ik dat ik beter bij jou achter een glas een tijdje kan gaan zitten. Dat waar te nemen, dat is natuurlijk toch een ander proces. Maar bij technologie gaat het echt over het bedrijfsleven versus overheid. Die in een samenspel, en soms ontbreekt die moed. Hè. De moed is ook recht evenredig met het aantal dagen wat nog rest tot de volgende verkiezingen. Dus politieke moed dan. En je ziet dat daar nu nog maar weinig van over is, nu de Europese verkiezingen eraan komen. En dan gaat dus het biodiversiteit, het natuurdeel van de Green Deal, gaat onder de bus. Daar hadden we overigens rekening mee gehouden. Ik had er zelfs op begrepen dat het al eerder zou gebeuren, dus ik ben niet heel teleurgesteld. Wel een beetje.
Maar ik zie genoeg kans om dat na de verkiezingen weer op te graven en te herwaarderen. Ik bedank je. Hartelijk applaus voor het panel. Ontzettend boeiend gesprek en een dagvullend thema om over door te praten. We hebben eigenlijk de zaal niet hoeven betrekken, zou ik maar zeggen. Maar de zaal krijgt ook volle kans om het gesprek voor te zetten in de deelsessies. Ik ga die even op het bord zetten, maar niet nadat ik het panel een klein bedankje heb gegeven. Een boek van Sven. Ja, dat is wel leuk.